YouTubers, hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets leuks doen. Ik had de laatste video gemaakt waarin ik relationship goals ging uitlachen op Twitter. Er waren een paar mensen die zich aangevallen voelden. Sommige mensen die een relatie hadden, vonden dat helemaal niet leuk dat ik dat had gedaan. Ze zeiden dat ik daar gewoon mee ging lachen omdat ik geen vriendin had. Ze zeiden dat ik daarmee lachte omdat ik geen liefde in mijn leven had. En die comments deden wel iets met mij. Ik heb misschien geen relatie omdat ik daar helemaal geen tijd voor heb. Maar vandaag en morgen en de komende maanden, want het is bijna zomer en dan zijn er veel chickies op het strand, ga ik beginnen met een heel speciaal avontuur. Die vandaag begint. Dus vanaf vandaag gaan wij samen chickies fixen. En ja, ik heb ook veel vrouwelijke kijkers. Dus voor jullie, jullie hebben hier niet echt hetzelfde. Maar het is wel video's van goede kwaliteit, van goede humor. Jee. Dus ik zou zeggen, blijf zeker kijken. Vandaag gaan we chickies fixen. Op een hele coole manier met hulp van mensen. Dus dames en heren, ik zou zeggen, smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, gebruik de tips die ik ga geven. Want er is geen garantie dat het werkt. Let's fucking go! Laten we een paar chickies fixen. Dames en heren, it's time to look for a girlfriend. Zelf heb ik niet zoveel ervaring met meisjes. Blala, pussy. Dus ik heb gevraagd aan mijn hele goede vriend die in China woont, Dewey Fang, of hij me wil helpen met chickies fixen. Hij is zelf een echte chickie fixer en hij fixt chickies alsof ze niks zijn. Hij heeft een hele speciale tactiek, dus dames en heren, laten we naar de tutorial kijken van Dewey Fang. En hopen dat hij een paar goede tips voor ons heeft, want guys, I need them, I really need them. So let's fucking go! Hey guys, once again, I am looking for a girlfriend. Dames en heren, we weten genoeg, Dewey Fang is aan het zoeken naar een girlfriend. Hij kan ons helpen. We gaan de volledige tutorial volgen. We gaan alles doen wat hij zegt, dames en heren, ik ben er klaar voor. Ik ben er echt fucking klaar voor. Let's go. Now, I got a chest, I got a six pack, and I'm back to tell you that no chest, no sex. No chest, no sex. Whoa. Wat zei je op het einde? No chest, no sex. No chest, no sex. Dames en heren, I don't have a chest. Maar hij zegt als je geen spieren hebt, dat je geen seks hebt. We moeten trainen. Yeah guys, I'm gonna do some training. You can see that. Het is zo vermoeiend. Hey guys, we're doing the training. As you can see, we're making the muscles grow. Fuck. Well, I'm just training my muscles. You guys see that? Oh yeah guys, no chest, no sex. Fuck fitness, ik ben nu al moe. That way fun. I am back and I'm looking for a girlfriend. I am looking for a girlfriend. So if you know a girl who is single, tag her right now. Because I am looking for a girl. Als jullie een meisje gaan die single is, tag her right now. Guys, I am looking for a girlfriend. We have six packs, you can see we're looking for a girlfriend. Het gaat echt fucking moeilijk worden om chickies te fixen, maar dames en heren, met de tips van That way fun gaat alles wel lukken, dus let's go. No chest, no sex. Okay, what heeft hij nog meer van tips? I am looking for a girl to sleep on my body, to touch my six pack, to feel my chest. Dus we hebben een meisje nodig die op mijn buik wil slapen, aan mijn sixpack wil voelen en die gewoon ja, aan mijn buik, aan mijn spieren wil voelen. Dat kan wel een beetje moeilijk zijn, maar dus tag die meisjes die single zijn. Zo fucked up, that way fang. Ik had betere tips verwacht. Wat moet het meisje nog allemaal kunnen? And I want a girl to go to the movies with me, hold hands with me, and have sex with me. Hey, dus ik moet ook een meisje vinden die met mij naar de film wil gaan kijken, die met mij handjes wil vasthouden en seks wil met mij. But you know guys, no chest, no sex. No chest, no sex. En Dewey Fang is echt, is gewoon professioneel op dit vlak, dus we zullen nog een beetje moeten fitnessen. Het moet gewoon. Okay. En nu opdrukken. Yeah, no chest, no sex. No chest, no sex. Holy shit. Mijn conditie is zo naar de klot. I'm dying. Als jullie op zoek zijn naar een meisje, vergeet niet. No chest, no sex. Yes. Dat is door de fitness van daarnet. Als je veel niet staan. Ja. Maar het is echt een super lange, lastige tijd op zoek naar chickies. Ik ga moeten werken aan mijn lichaam. Ik ga moeten werken aan mijn zelfvertrouwen. Want zoals die guy video's opneemt, ik moet ook zo chickies kunnen verleiden. Deze zomer op het strand gaan we gekke dingen doen. We vragen aan meisjes of ze willen voelen aan mijn sixpack. Zoals Dewey Fang zei. Touch my sixpack. Moet lukken, ik ben zeker dat het gaat lukken. En als jullie nog tips hebben, mogen jullie ze natuurlijk ook altijd in de comments zetten. Want holy shit. Die tips van Dewey Fang zijn gewoon, ja, super goed. Dus dames en heren, ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het niet leuk? Dan vond jij het echt leuk? Dan was het gewoon leuk. Ja, ik ben...
Yo guys, I'm looking for a girlfriend. No single lady tagged him in this video. I'm looking for a girlfriend. Ik ben Acid en ik zou zeggen tot de volgende keer. Smash zeker dat je het morgen leuk vindt. Laat in de comments weten. Ja, yo, dag. Dag mensen. Ik moet echt stoppen met dat te doen. Ik moet daar echt mee stoppen. Ik ben gewoon zo heet dat ik mezelf moet afkoelen met water. Ja, you. So if you know a girl who can resist and not resist my sexy body, tag her right now. Because I got a chest and a six pack and I am looking for a girl. Iedereen gaat zeggen, zonder namen te noemen natuurlijk, want daar ben ik pussy voor. En toch de eerste grote YouTuber in België die dit doet.